2021 markeert het 30ste jaar van de 16 dagen van activisme tegen gendergeweld. Ook in Suriname wordt er aandacht besteed aan de Gender-Based Violence Campaign. Deze campagne wordt jaarlijks gevoerd van 25 november tot en met 10 december. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op woensdag 24 november 2021 samen met de United Nations Population Fund, UNFPA, het startsein gegeven voor dit 16 dagen durende activisme dat start met een Orange Day. Dit gebeurde tijdens een activiteit in de ballroom van Hotel Torarica. Mevrouw Belliot, wat is de bijdrage die het ministerie van Buitenlandse Zaken levert bij het promoten van de Orange Day? Wel, laat me zeggen dat wij in feite de initiatiefnemers zijn van de organisatie van deze dag. Het is in elk geval het ministerie van Binnenlandse Zaken die in feite Orange Day organiseert. Omdat zij dus als taak hebben dat ze dus geweld tegen vrouwen proberen tegen te gaan. Maar toen wij dus op ons bord kregen het pakketje waarin dus de UNFPA, een van de werkarmen van de United Nations, van het jaar dus 25 november, wederom Orange Day promoten, is het idee ontstaan dat wij dus op die dag, vanwege het feit dat het ook is start of 16 day of activism against violence against women, maar ook 25 november, 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid, hebben wij dus gemeend om eigenlijk een extra dimensie te geven aan de dag van vandaag. Dus dat is zo'n beetje de bijdrage die wij dus leveren. U zegt een extra dimensie, mevrouw Belliot, op welke manier? We weten dus dat Suriname op 25 november aanstaande ook 46 jaar staatkundig onafhankelijk is. En we hebben dus dat stukje ook meegenomen, los van het feit dat iedere 25ste van iedere maand Orange Day wordt herdacht, gepromoot. Er zijn natuurlijk ook heel veel organisaties in de samenleving die een bijdrage leveren op dat stuk. En wij hebben dus gezegd als ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, dat we dus een extra stempel willen drukken daarop. Vandaar dat we dus ook met alle organisaties, zoveel als mogelijk, die zich bezighouden met Orange Day, zeg maar stop geweld tegen vrouwen, bezig zijn in onze samenleving, contact hebben gemaakt en een selectie hebben gedaan om dus de dag van vandaag gezamenlijk te doen. Orange Day, dat wordt gevierd van 25 november tot en met 10 december. Gender-aangelegenheden valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waar wij echt op focussen is nu bewustwording. Geweld tegen vrouwen en meisjes moet duidelijk zijn dat het nooit goed is, nooit goed te keuren is, in welke vorm dan ook. Jammer genoeg zie je dat er nog heel veel is. Uit het rapport is gebleken dat 1 op de 3 Surinaamse vrouwen ermee te maken heeft. En dat is erg. Wij zijn nu al 1,5 jaar bezig, als minister die de leiding heeft overgenomen, om die bewustwording te vergroten samen met mijn bureau van gender. Maar ik heb ze gevraagd, laten we ons harder nog ons best doen dat wanneer we volgend jaar bij elkaar komen, dat de bewustwording ook te zien is in cijfers. Want nogmaals, 1 op de 3 vrouwen die te maken heeft met geweld, dat is gewoon veel te veel. UNFPA is de VN-organisatie die belast is met issues gerelateerd aan seksuele reproductieve gezondheidszorg, gender en bevolking en bevolkingsdata. In dat kader, als je kijkt naar seksuele reproductieve gezondheidszorg en gender, is natuurlijk gender-based violence hoog op onze agenda. Binnen de UN werken we natuurlijk altijd samen. Niks staat los van elkaar. Maar het is dus wel zo dat vooral nu in deze periode van COVID we eigenlijk extra aandacht moeten geven aan gendergerelateerd geweld.
De verschillende sprekers hebben het vandaag ook gezegd, inclusief de ministers, dat er veel gebeurt, maar dat er toch nog gaps zijn. Waardoor we merken dat heel weinig vrouwen, kinderen, maar ook mannen, LGBTQI-gemeenschap, mensen met een beperking, migranten. Het zijn verschillende groepen die kwetsbaar zijn en die melden heel vaak niet. En die zoeken ook heel vaak geen ondersteuning of hulp. En dat is natuurlijk zorgelijk, omdat als VN-organisatie, wij ondersteunen de landen, zodat de landen de doelstellingen van 2030 kunnen halen. Als we een groot deel van onze bevolking niet betrekken bij ontwikkelingskansen, wil dat zeggen dat we eigenlijk een deel van onze ontwikkeling laten liggen. Het zijn allemaal mensen die een hele goede bijdrage zouden kunnen leveren, maar vanwege het geweld dat gebaseerd is op hun genderpositie, dat niet kunnen doen. Dus het bevolkingsfonds van de UN, die kijkt dan heel specifiek naar dat soort mogelijkheden en initiatieven die ondersteund kunnen worden en die een push kunnen krijgen, zodat we inderdaad in 2030 kunnen spreken van geen gendergerelateerd geweld. Geweld lost geen zaken op. Maar door te communiceren, door te praten over de pijnpunten, dan kunnen we de plooien die er zijn, dan kunnen we die plooien glad strijken. Dus wat proberen wij te doen? We proberen samen met man en vrouw het gesprek te hebben. Hoe kunnen we gezamenlijk op het punt komen om datgene wat ervoor zorgt dat er boosheid, agressie, irritatie, dat die zaken ontstaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen, één, dat we gaan luisteren naar elkaar, want daar begint het al. Als we zijn op het punt van, ja, maar jij hebt gezegd en ik heb gezegd, daar komen we er niet. Dus communiceren, waarbij we gaan luisteren naar elkaar. En vervolgens dat we dan gaan kijken naar, hoe kunnen we komen tot één gemeenschappelijk gezichtspunt. Dat betekent, die man kan niet zeggen, ja, ik zie het zo. Die vrouw kan niet zeggen, ja, maar ik zie het. Tuurlijk, ze hebben beide hun gezichtspunten. Maar dan worden ze uitgenodigd om naar elkaar toe te groeien. Naar het punt waarbij ze zeggen, weet je, we moeten het samen doen. Zo proberen we dan tijdens de gesprekken zowel het hart van de man als van de vrouw ertoe te bewegen van jongens, laten we luisteren naar elkaar en laten we samen die weg opgaan van oké, laten we de wapens begraven en laten we de zoals men dat vroeger zei, de vredespijp weer een roek, zeg maar. Meneer Cairo, de minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat 48% in Suriname, hè, vrouwen geweld ondergaan. Wat is uw boodschap naar deze vrouwen toe? Niemand, geen enkele man, dus ook geen enkele vrouw, is een fonfontiki. Daarvoor ben je niet geschapen. Je hebt waardigheid als vast, als mens, als vrouw. Je hebt intellect. En je kunt niet toestaan dat je dus als een boksbal wordt gebruikt. Onze boodschap is, maak het bespreekbaar. Maak het bespreekbaar alvast naar degene die daarvoor verantwoordelijk is van, luister, ik vind het niet fijn de behandeling die ik krijg. Ik wil op een menswaardige manier behandeld worden. Helpt het niet? Nou, er zijn instanties waar je dus je beklag kan doen. Nu snap ik, het is niet zo eenvoudig voor de vrouw om naar die instanties te stappen. Maar dan nog wil ik de vrouw stimuleren. Ook al doe je het niet rechtstreeks. Misschien via een kennis of een familielid of via somebody. Maar de stilte moet doorbroken worden.